Geen lekkere bal, dus de overname van Groningen met Rusnak. Antonia. Dat is de actie van Antonia. Zoeken natuurlijk naar De Leeuw. Die heeft een vrije kopkans. Maar raakt de bal helemaal verkeerd. Eerste grote kans toch voor FC Groningen. Na 3 minuten spelen. Een bal van Bosz. Uitstekend. Gladon vraagt. Tannane voor het doel. Bruns is ook voor het doel. Daar wordt de bal verlengd. En dat heeft hem met heel veel moeite. Oeh, zwakke bal. Linssen. Nou, maak hem maar. Linssen. En dat doet hij dus. Oh, Linssen die krijgt een cadeautje alsof hij nog in het eerste van Heracles Almelo speelt. Hij zit nog in de groepsef van Heracles Almelo. Misschien dat ze zich daarom vergissen, maar dit is natuurlijk een fout zoals je hem zelden maakt. Bacuna. Mislukte paas op De Leeuw. Zo, dat is vrij gedaan zeg. Darri, 2 man kwijt. Nu is het een 4-3 voor Heracles. Tannane. En daar is de gelijkmaker van Gladon. Hij scoort. En de man die geen assist achter zijn naam krijgt, is toch wel degene die eigenlijk het meest bedankt mag worden. Namelijk Darri. Voor een fantastische actie. Natuurlijk, de assist is goed. De afronding ook. Maar Darri creëert dit doelpunt. Een nieuwe speler bij Heracles Almelo, waar Vujicevic eruit gaat. Last van de lies, zo is de uitleg. Ja. En voor hem komt Menno Heerkes. En dat is een debutant in de Eredivisie. En daarmee de tweede zoon van een oud-trainer van Heracles Almelo die in het veld komt. Dan hebben ze dus Gino Bosz en Menno Heerkes, zoon van Gert Heerkes. Wat? Oh, die had er gewoon in zijn toren kunnen blijven staan zo'n beetje. Nu is Gradonda, die ziet zijn kans en die schiet naast. Rare actie van de doelman van Groningen. Leidt tot de kans voor Gladon. Veres langs Bacuna. Oh, wat een ruimte. Darri, die kan zo doorlopen. Nu een debutant, 19 jaar, gekomen van Feyenoord, Osama Idrissi. Vleugelspeler, een beetje vergeleken met Mahi, qua type. Oeh, Bruns! Nee! Krijgt er ook niet in. Er is maar 1 ploeg die echt de kansen krijgt op een tweede treffer. Die is voor Rusnak. Heeft Idrissi na zich, kan het zelf doen. Rusnak, Idrissi! Idrissi! Nee! Nee! Geen droomdebuut voor de oud-Feyenoorder. Die het geduld lijkt te bewaren tot op precies het juiste moment. Daar is Hateboer met de kopkans. Jongen. Een goede kopkans hoor, maar een meter of 6 naast. Fledderus. Tannane. Heeft hem om goed voor te geven voor zijn linker. Darri. Oh, wat een beweging. Oh. Geen hands, dat wordt wel geclaimd. Hans van Tamata. Nog aan het nagenieten van die beweging van Darri. Hier is Tannane. Niks aan de hand. Wel wat aan de hand. Maar wacht even. Makkelie en fluit dan alsnog. En dan komt er ook geel voor Reijnen. Bosz dus. En Bosz doet het! Bosz doet het! Hij rent naar Stegenman. Daar is het feest. Met als centrum Gino Bosz. En daar... zijn vader, ja, die gaat niet uit zijn dak volgens mij zo snel. Zelfs niet bij het eerste Eredivisie doelpunt van zijn zoon. Kan nog 1 keer voor Groningen, de bal bij de tweede paal gelegd. Daar is de kopbal en daar is het doelpunt! Daar is het doelpunt, buitenspel telt niet. Hoese scoort, maar het gaat niet door. En dan is het afgelopen. Heracles beëindigt 2015 als de nummer 4 van de Eredivisie. Hij is het centrum, Gino Bosz, Gladon. En hij maakt hun eerste van de Eredivisie. En daar staat een trotse vader.